hebben twee gasten in de studio. Eén daarvan was een jaar geleden onze allereerste gast ooit. Dat zullen we nooit vergeten. En daarom houden we van hem. Werd 25 jaar geleden geboren als Dominique in Polen. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Bekend van Vinger op de Klitter, Hauza Wauza, Soldaatje en ga zo maar door. Binnenkort komt zijn tweede album Snolle uit. Binnenkort ook de tweede single Ravotte. En die doet hij met de andere man die hier ook in de studio is. Mag ik een applaus voor Mr. Polska en Ronnie Flay. Goedenavond, mannen. Goedenavond, heren. Zijn we dan... Gezellig. Hebben jullie nog goed geveerd, jullie... Ja, waar we laatst over belden. Ons feestje inderdaad. Eenjarig bestaan, ja. Ja, daar heb jij nog gebeld inderdaad. Waar ik geen idee had wie er toen inbelde, maar dat was jij toen inderdaad. En hoe laat zijn jullie klaar? Toen waren we gewoon... vanavond. Oh, vanavond. We gaan het nog vieren vanavond. We moesten nog wat krijgen. Ja. Oh, ja. Ja, dat mag tegenwoordig ook al eerder hoor. Voor 12 uur mag het ook hoor. Oké. Hey, gezellig dat jullie er weer zijn, beide hier in de studio. Nieuwe track, Ravotte. Yes, ik vind het lekker eraan. Het is een beetje een deep house, future house. Hoe moet ik het een beetje noemen? Wat zit er een beetje in voor stel? Gewoon flower house. Flower house. Kijk, dat vind ik heel mooi. ook even aan jou, Ronnie. Voor iedereen die de track nog niet kent, we gaan hem zo horen. Maar waar gaat hij over? Ravotte. Volgens mij is het gewoon als vanouds. Ja. Sneuvelen party. Ja, Ravotte. Ja, ik ben wel eigenlijk. Die vraag heb ik eigenlijk nooit gesteld, zeg maar. Want we waren een tijdje aan die track aan het werken. En toen ineens kwam jij erbij. En toen heb je het refrein erop gezet. Ja. Waar was die inspiratie vandaan? Ja, dit komt wel ergens vandaan. Dit heb je niet zomaar bedacht. Nee, waar kwam dit vandaan? Dit was wel een soort van liefdesachtige refrein. Had je iets meegemaakt? Jawel. Ja, altijd wel. Altijd okay. Wel. Nee, maar zeker. Zeker, dit was wel... dit is wel echt een je shit. Kan wel, als je zeg maar Ronnie zijn muziek luistert en bijvoorbeeld in de studio bent, dan, kijk, dan hoor je iets wat vers is, toch? Ja. Voordat het uitkomt. Dan weet je al gelijk in wat voor vibe Ronnie is of wat hij aan het meemaken is. Want het gaat wel altijd precies over dat wat hij die dagen heeft meegemaakt. Ja, dat zeker. Met een diepe betekenis altijd. We gaan het zo meteen erin proberen te achterhalen in de track. Ja, ik ga nu zoeken. Ook leuk, Snolle komt eraan. Februari komt hij eraan, je tweede 13 album. 13 februari, ja. Kijk. Hij staat wel al op iTunes te pre-orderen, dus... Je kan hem alvast Nou, we kijken er kopen. Zeker naar uit. Want je bent onder andere ook voor dat album naar Amerika geweest. Hoe was het daar? Ja, was bijzonder, man. Kijk, iedere artiest droom om in LA een videoclip te schieten, weet je wel. Echt, heel je leven kijk je naar de televisie en zie al die videoclips daar. En eindelijk kwam het een keertje ervan. En niet met de minste, met Riff Raff samen. En die komt binnenkort uit, dus heel bijzonder. Die track staat ook op het album. Heel vet. Ja. Heel vet. En het leuke is, want het album is heel veelzijdig, want je zegt dat en dat, maar er staat ook Frans-Duits staat er ook op. Fransie staat er ook op. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen dan? Ik denk dat wij altijd al soort van, het moest gebeuren dat wij elkaar... Jullie waren bestemd voor elkaar. Maar wacht even, jullie hadden toch niet al veel langer contact met elkaar? Nee, joh. Ik denk dat het altijd al ergens... ik kon hem wel, maar hij kon mij nog niet volgens mij... Maar hoe is dat gegaan dan? Moet je me uitleggen wat je voor muziek je maakt. Hoe doe je dat dan? Gewoon laten horen en zeggen, ik wil nu iets samen doen? Of? Nee, we moesten eerst echt even gaan chillen, man. Hij zei van, kom eerst chillen. Kom eerst gewoon even hangen. En dan hoe is dat, hangen met Frans-Duits? Ja, was wel goed. Was bij Vrienden van Amstel. Oh, kijk. Dus, daar was ik ook nog nooit geweest. Dus daar was ik daarheen gegaan. En hij was daar, aardige gast. En het klikte. En toen zijn we de studio ingegaan. En ik denk een uurtje of twee of zo zat het erop. En... Eerst was hij nog zenuwachtig, ik ook. En uiteindelijk, we hebben hem voor dit afgelopen weekend voor het eerst bij Noorderslag gedaan. En die reacties waren zo sick. Hoe heet de track? Disco Dochter. Ja, ik ben heel benieuwd ernaar. Disco Dochter. 13 februari komt het album uit en daar staat onder andere de track Ravotte op met Ronnie Flex. Hoe is het verder met jou? Ja, gewoon goed. Lekker man. Altijd hard blijven werken, veel dingen blijven doen, nieuw materiaal maken en... En mijn ding blijven doen. Jij bent altijd bezig met materiaal maken. Altijd bezig, altijd muziek maken. Ja, als je mij kent, dan weet je dat ik iemand ben die gewoon altijd bezig is met muziek maken. Maar wacht even, want je hebt net een nieuwe album ook een tijdje geleden uitgebracht. Betekent dit dat het volgende album alweer in de planning staat? Ja, wellicht wel. Ik denk het wel. Ik maak gewoon muziek. Album. Als ik nu akoestisch, ja zeker. Met fluit. Zingen en fluit spelen tegelijk. Het wordt ook een bijzonder album dan. Komt eraan wel voor de yoga. Hey, leuk is, je staat dus ook inderdaad op de twee Ravotte. Zullen we hem gewoon even live doen? Maar voordat, we moeten zo meteen even iets leuks. Want je bent nu ook bezig met de Snollerphone. Ja. Wat is het? Ja, wat is het? Dat is de Snollerphone.
ik dacht, weet je, ik wil gewoon iets dichter bij de mensen staan. En ja, wat is nou de sixte droom van een fan? Om gewoon direct te kunnen facetimen of bellen of gewoon mij kunnen appen, weet je wel? Dichter dan dat kom je niet bij een artiest. Dus toen hebben we een telefoon, een kaartje erin gedaan en dat nummer online gepleurd. En ja, we zitten al over de duizend, de hele dag mensen aanmelden, een nummer geven. Want en dan ga jij gewoon met ze appen? Ja, met ze appen. Kijk, ik kom niet aan toe om met iedereen te praten of zo. Maar nee. Ik af en toe, weet je wel, dat is wel grappig, dan belt iemand. Want die telefoon gaat heel de dag over. Ja. En dan neem je op en dan zeg ik van, hallo? En is het gewoon stil. Hoor je iemand sick ademen? Ik zeg, dit is de snollerfoon, wat is er dan? Oké. En dan hang ik op, piep, piep, piep. Je weet toch. Nou, we gaan hem zo meteen doen, het is wel leuk. Gaan we het nummer ook nog even noemen, zo meteen doen we straks weer eventjes. Ja, is goed. Van de snollerfoon. Eerst doen we natuurlijk even Ravotte hier live op Slam FM. Laat vooral even weten wat jij ervan vindt. 6363 of een tweetje, @bijIchmar. Dit is live op Slam FM. Ronnie Flex met Mr. Polska en... Ravotte. Ze drinkt de duurste drank, ze rookt de beste wiet. Ze blijft niet uit mijn buurt, oh meisje, pest mij niet. Ik ben een beetje moe, maar ik weet wel hoe. Ik ben de slechtste niet, ik ben de beste niet. Maar ik kan eerlijk zijn, zoals ik beloofde zijn. Ik begin raar te doen, als ik gewoon wil zijn. Dus nu neem ik een slok, mijn niggas ze geven geen fok. Bitch, kom Ravotte met. Als er is wat het is, dan is dat wat het is. Als er is wat het is, dan is dat wat het is. We kunnen er niet omheen. Bap, bap, bap die lappen. Ravotte, heel de nacht. Ik ben hier met de squad. We houden glazen vast. Bap, bap, bap die lappen. Ravotte, heel de nacht. Schijt, ik gooi met mijn manta. Wie moet ik roepen? De lief voor de Santa. Hoes zijn down met Snoller en zijn bende. Seks, drugs, kleding en een goeie berg centen. Let's get it! Scheur die in de broek daar. Scheur! De parkie op een scooter. Cash out. De DJ draait en loopt er. De DJ draait en loopt er. Hey. Sta hier met een meisje, vraag haar is jouw t-shirt waar te dicht. Ik heb een aantal glazen, wil je drinken met de hagedijs? Als er is wat het is, dan is dat wat het is. En ik zeg, als dat is wat het is, dan is dat wat het is. Als Ronnie het zegt, is het zo. Oh meisje, als dat is wat het is, dan is dat wat het is. Front stacks, we kunnen er niet omheen. Nog een keertje. Als dat is wat het is, dan is dat wat het is. Als dat is wat het is, dan is dat wat het is. Als dat is wat het is, dan is dat wat het is. Dolfijn. Applaus voor Ronnie Flex en Mr. Polska. Wauw, man. De snollerfoon. Ja, toch?
Ja, ik vind het heel, ik vind het echt een leuk idee. Ja, toch? Het idee is eigenlijk, jij hebt een telefoon aangeschaft. Iedereen kan dat nummer toevoegen op WhatsApp. Of je kan gewoon dat nummer toevoegen. En af en toe WhatsApp jij terug of bel je terug of FaceTime je mensen terug. Ja, gewoon waar ik... Of ik neem telefoon op, kan ook nog. Dan moeten echt hele rare gesprekken zijn. Ja, meestal awkward. En dat gaan we eens uitzoeken, hoe awkward dat dan kan zijn. Hoe awkward dat is. Ik heb een aantal nummers uit je telefoon gekregen. Ja. En ik ga er nou eentje proberen te bellen. Ja, kijken of we gaan die gewoon opneemt. Even de snollerfoon erbij pakken. Diegene weet van niks trouwens. Hè? Nee. Eigenlijk even hallo? Niet... Hallo? Wie is het? Snoller! Echt? Zeg gewoon la ja! Ja? Ja, ik hoor de radio ook op de achtergrond. Ja, ik hoor dat ze naar ons luisteren. Ja, geloof je het wel echt? Ik weet het niet. Nee? Wil je alsjeblieft een liedje van Celine Dion zingen? A cappella. Ja? Oké. Wat ben ik? Ja. Je bent live op de radio, dus je moet wel even... Je moet wel even meewerken, anders dan moeten we iemand anders bellen. We willen even dat je een liedje, maakt niet uit welke a cappella zingt. My heart will go. A cappella. Ja. Gewoon een liedje. 3, 2, 1. Ja, hij zegt dat ik a cappella moet zingen, maar wat is dat? Ja. Nou, we bellen de volgende dan. Oh. Hopstukken. Nee. Ga je zingen? Zing wat iets. Moet ik zingen? Ja, iets. Whatever. Shema, ik ken hoe ik het zo. Die gaat zo. Helemaal geslaagd. Ah, maar wacht even. Ik vind ook wel dat ze even een vraag aan jou mag stellen. Ja, precies. Hoe heet je eigenlijk? Ja, wat zijn nou precies? We zijn heel onbeleefd. Ja. Heel onbeleefd en heel awkward dit gesprek. Maar droog je tranen. En als je bij bent gekomen, wat is je naam? Denise Jansen, wat gezellig, Denise Jansen. Zijn er nog dingen die je, nog vragen die altijd die branden op jouw tong? Nee, niet echt. Is een kans, hè, dit, hè? Je bent een beetje zenuwachtig, Denise, of niet? Ja. Oh, super schattig. Zullen we Denise nog even bedanken? Ja, dankjewel Denise. Oh, met de Polska. Ja. Oh. 7 februari heeft iemand geregeld dat ik een meet and greet heb met jou. Ja. Okay. Is goed Denise, fijne avond. Doei. Wat leuk. Oh, ja. Is dit leuk, man? Ja, het is leuk. Ja, maar, is zeg maar, ik moet er nog een beetje een soort van handigheid in krijgen van... Hoe je dit soort gesprekken moet aangaan. Omdat het meestal gewoon een soort van awkward is. Nee, maar dat moet je eigenlijk vaak. Want wij doen altijd s'avonds, zoals de avondhelden. Dan bellen ze gewoon inmiddels. Bellen ze zelf. Ja, dat is ook nu overval je die mensen. En dan, moeten we dan niet er gewoon nog één proberen? Anders geven we jou ook een opdracht mee. Dat je iets te weten komt van de volgende die we bellen. Oké, is goed. Wat moet hij te weten komen? Kleuronderbroek? Of is dat niet of haar raarste tik of zo? Ja, ja. De raarste eigenschap. Of zijn. Ja. Ja, doen we er nog eentje bij? Ja, joh, ik vind het erg leuk, de snollefoon. Ja, ik kijk, zou hier uren mee door kunnen van, gaan. Een soundmix show. Ja. Of All You Need Is Love. Surprise! Je moet een radioprogramma beginnen, joh. Hallo! Hallo. Hey. Ja. Yo. Hi. Hey. Afgelopen. Ja, toch? Hey, je spreekt met Snoller. Aight. Hey. Wanneer heb je voor het laatst pacha geslagen? Een beetje terug, vanavond. Ik versta je heel slecht. Nee, is een beetje... Ja, je moet misschien in de telefoon praten. Een paar dagen terug. Sick. Ja. Sick, beter... Kijk, ik kan je wel advies geven. Ik ben sinds tijdje daarmee gestopt. En dat is echt een hele goede vibe, man. Je kan gewoon... je hebt een sicke controle... controle training is dat. Want die pacha slaan... Die verpest eindstand jouw hersenen. En dat is echt waar, weet je wel? Door al dat porno kijken en je creëert toch een bepaalde soort van verwachting. Waardoor, in de werkelijkheid gaat het toch nooit zo zijn, weet je? Dus, en dat is wel een aanrader. Het ligt ook wel een beetje aan de sites die je dan bekijkt, hoor. Ja, iets met paarden en zo. Ja. Dat jij kent die sites ook? Ja, dat was mijn ding altijd. Doen we er nog even eentje proberen, anders? Hey, dankjewel, hè?
Oh, nog even eentje dan nog even. Nou, gewoon omdat het zo leuk is. Ja. Even kijken. Ja, je hebt zoveel nummers gestuurd. Even kijken. Ik vond de eerste wel heel leuk hoor. De nieuwe, ja. Die was helemaal. Die stond even helemaal. Die schrok zich helemaal kapot. Ja, die was. Ja, doen we de laatste nog even bellen? Ja, gaat-ie? Ja. U bent verbonden met Voice Nova. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Nou ja, ik vind het, muziek het leuk doen om te doen. Zo, we gaan lekker de track doen. De Snollerphone. Erg leuk om te doen. Je kan hem toevoegen en dan heb je dus zomaar kans dat hij opneemt omdat hij belt. Wat gaan we doen? We gaan doen van mijn nieuwe album Snoller, die 13 februari in de winkels ligt. En wij kaartjes kan kopen voor de tour op mrpolska.nl vanaf 22 februari. Staat een nummer op en dat heet Vibe. En daar ga ik een stukje van doen. Niet helemaal, maar omdat klein jullie... primeurtje. Weet je, echt, ik heb nog geen andere primeurs gedaan. Tot nu toe is alleen Libby, Rafotte en Survival Tocht van het album naar buiten. Jullie krijgen van mij een primeur. Omdat ik jullie eerste gast was... Gaan we iets doen nog. Je bent er blij mee. Ja, meetweeten kan, @ bij Irma of een smsje 6363. Een primeur hier nu op Slim FM. Dit is Mr. Polska. 13 februari. Snoller. Super awesome. Helemaal geweldig. Beste muziek van de wereld. Die mini parasol in je haar staat je goed. Er staat seks in mijn vermicelli soep. Ik wil wat dansen, maar ik weet niet hoe het moet. Ewa ja, laat maar viben op de groove. Je luistert naar Mr. Polska, Slam FM. Vibe. Snollen de album, snollen de lifestyle tour, let's fucking go. Oh. Ik vibe. Ik vibe. Ik vibe. Asian house, mommy. Ik vibe. Geen Dennis Wening of Boas van de streets. Maar ik drink meer dan je moeders vriend. Al dat sneuvelen is super erg mijn ding. Ik laat mezelf helemaal gaan en verliezen erin. Oké, vijven, vijven, vijven. Shuffle, shuffle, shuffle. Alle mooie meisjes krijgen één disco knuffel. Waarom sta je in de club met een glaasje water? I love stelling al deze retorische vragen. Dikke bossen kinderen, ze rijden op een quad. Ze rijden door het bos en ze geven er geen bang. Misschien ben ik te zaak, maar dit is een mooi verhaal. Ik heb een lul in de vorm van de garnaal. Ik vibe. Ik vibe. Ik vibe. Is je een house, mami? Ik vibe. Mag ik alsjeblieft een groot applaus voor Mr. Polska? Ja, lekker hoor. Heel goed, man. Het was een klein stukje, maar wat ontzettend lekker stukje, zeg. Ja, je krijgt steeds meer het idee hoe het album gaat klinken, of niet? Ook steeds meer zin in het album. Ik vond dit ook echt een hele lekkere track in de Ja, zeker. Oké, toppie, man. Ik ga je bij deze weer bedanken dat je er was. Ja, jullie ook. Krijg ik nog niet... ik krijg toch altijd van die pikante vragen en shit en zo. Ja, ik wil best nog... Is het nou echt waar dat je dan al omdat je gestopt bent nu met paga slaan? Ja, zeker. Oh, oké. Okay. Nou, zeker. Goeie vibe. Maar, ja? Real talk. Boas vertelde tegen mij dat zijn broer, oudere broer, dat aan hem had verteld. Dat zijn oudere broer aan Boas vroeg, sla je paga? En dat Boas helemaal awkward ja zei. En dat zijn broer hem sick had gepreekt en hem advies gegeven had. En Boas vertelde dat aan mij. Ik heb dat gedaan en ik moet je eerlijk zeggen... Hoe lang heb je het nu niet gedaan dan? Ik denk zeker half jaar of zo. Nee. Ja, echt, man. Okay. Je moet gewoon neuken, je weet het. Polska, we spreken je snel weer. 13 februari, het nieuwe album Snollen. En kom snel weer een keer langs, man. Oké. Okay.